Merlijn Twaalfhoven is hier en hij heeft Achim Heijnen meegenomen. En Merlijn is iemand die zich op allerlei manieren bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken. En dat doet hij als kunstenaar, als componist, maar eigenlijk ook als heel creatief denker. Eigenlijk precies alle vaardigheden, instrumenten die nodig zijn om de vraagstukken die voor ons liggen eigenlijk aan te kunnen pakken. Nou, als je het hebt over experimenteel bestuur, dan heb je hier iemand die experimenteel denkt. En hij gaat ons eigenlijk ook in iets unieks brengen. Namelijk, dit is de eerste Novi-conferentie. We hebben ook de eerste Novi-talk. En dat is wat Merlijn nu gaat doen. Hij gaat ons als laatste toespreken. Prachtig begeleid. En ja, laat ons nog één keer inspireren in deze prachtige schouwburg door Merlijn Twaalfhoven. Kijk, de wereld wordt twee keer gemaakt. Eerst in verbeelding en dan pas in de werkelijkheid. En om een goede wereld te maken, ja, dan zul je dus eerst in staat moeten zijn om je ook daar een beeld van te kunnen vormen. Nou, dat is de Novi. Een beeld van de toekomst. En het is er mooi. Het gras is groen, een blauwe lucht. Er is ruimte voor het water. Het lijkt voor mij een beetje een brochure van een land waar je misschien wel een reis wat je zou kunnen boeken. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Het is uitgewerkt, doorgerekend, het is onderbouwd. Het is als het ware een routekaart de toekomst in, uitgetekend door mensen die weten wat ze doen. Misschien dus meer een georganiseerde reis met een gids, all inclusive. Ja, zou dat kunnen? Het is natuurlijk onmogelijk de toekomst te voorspellen. Alles verandert, maar er is wel heel veel wat we kunnen weten, wat we kunnen berekenen, zoals temperatuur die stijgt of wat er uit het permafrost gaat dwarrelen aan methaan. Wat er gebeurt als de poolkap niet meer wit is. Wat er omhoog kwelt uit het land. Dat kunnen we voorspellen. Maar wat onmogelijk is, is misschien hoe een ander deel van onszelf gaat reageren. Want als de toekomst ons in de ogen kijkt, hoe reageren we dan? Schrikken we? Wat gebeurt er als verandering aanklopt en we bedenken, wacht even, we hebben niemand uitgenodigd. Doen we dan snel de deur dicht? Nou, ik geloof dat wij hier zijn met mensen voor wie verandering wellicht best wel leuk is. Ik bedoel, je hebt een toolbox, een heel kabinet vol manieren om je te verhouden tot die toekomst. Je kunt abstracte modellen ontwerpen, processen inzien, onoverzichtelijke structuren als het ware een beetje ordenen. Maar als je nou geen stuur in handen hebt en er komt een bocht in de weg, een curve onverwacht, dan kan het echt onheilspellend zijn. Dan ga je op de rem staan. Nou, het grote probleem met de toekomst is het gebrek aan aanraakbaarheid. Hoe voel je de toenemende ongelijkheid in de wereld? Het is niet meer dan een grafiek. En die CO2 in de lucht, die proef je niet, die ruik je niet. Hoe kun je een diersoort missen als het uitsterft, maar het heeft nog niet eens een naam gehad? Nou, voor deze vragen, daar zijn misschien onze bestaande woorden, onze teksten en plaatjes niet toereikend. We hebben echt verbeeldingskracht nodig. En dat vind je niet in een mooie brochure of in een, op een website. Het vergt als het ware echt een andere taal. Nou, ik ben opgeleid als componist. Ik mocht stukken schrijven voor koren en orkesten. En was een hele uitdaging. Je moet dan hele precieze partituren maken, zo complexe structuren opschrijven. Je probeerde je voor te stellen wat die muziek, hoe de muziek zou kunnen klinken. Dan maakte je de noot op papier, je gaf het aan een muzikant en dan klonk er iets. Maar dat was soms anders. Want in het proces van de vertaalslag van het visioen naar die muziek en die noten op papier, daar ging van alles verloren. Dat was jammer soms, maar soms ook juist echt bijzonder. Dan klonk er iets waarvan ik dacht van, hé, dit had ik zelf niet kunnen componeren. En dan luisterde ik de opname terug en dan probeerde ik als het ware de fouten die in het concert
gemaakt waren, weer terug in die partituur te schrijven voor een volgende keer. En andere componisten deden dat vaak niet. Die zaten, keken gewoon heel precies in hun partituur van, nou ja, zo moet het precies. Maar ik ging eigenlijk steeds meer ruimte maken voor improvisatie. Ik nam dan wel een partituur of een muziekstuk mee naar een concert, maar met de muzici samen namen dat als een uitgangspunt. We gingen aan de slag, we gingen spelen. Dan ontstond er echt iets, echt een avontuur. Nou, soms gaf ik ook het publiek een rol. Dan draaide ik me om naar de zaal en dan zei ik, kom maar jongens, kom maar. Ja, vaak bleef het dan stil. Het is natuurlijk de deal dat als je een kaartje hebt gekocht, dat je dan dus niet hoeft mee te doen. Maar als ik dan een beetje bleef aanhouden, ik zei van, kom maar. Dan kwam er iets, heel zacht. Een zoem, een gebrom, een zacht geruis. En dan bleek dus dat ook mensen totaal zonder voorbereiding in staat zijn een prachtige harmonie te maken. Een soort resonantie op te wekken. En ik raakte ervan overtuigd dat muziek maken in elk van ons zit. Natuurlijk heb je professionals met heel veel ervaring. Het is geweldig om iemand een fantastisch viool kan spelen op een podium te zetten. Of iemand te laten dansen of toneel te laten spelen. Maar ik geloof dat er in elk van ons een kunstenaar zit. Alleen in sluimerstand. Nou, ik ging experimenteren. En als je echt ruimte schept voor spel, als je nieuwe wegen onderzoekt, dan kan die kunstenaar in mensen voorzichtig naar buiten komen. Kijk, het idee dat we schoonheid kunnen zien, dat we verbeeldingskracht of onze creativiteit aanspreken, het zit natuurlijk in elk van ons, maar het wordt wel ontmoedigd in onze wereld. De taal om uiting te geven aan je gevoel, aan het niet weten, kunnen we die eigenlijk wel spreken? En ik geloof dat dat een probleem is, want er wordt nu echt heel veel van ons gevraagd. Er wordt veranderkunst van ons gevraagd, wendbaarheid. En ik geloof dat we dus kunst niet langer moeten afzonderen van de rest in onze samenleving. En ook niet moeten uitbesteden aan professionals. Maar we moeten het inzetten als het vermogen om op reis te kunnen gaan als je geen landkaart hebt. Nou, laten we eens een blik werpen in die toolbox van die kunstenaar. En dan bedoel ik niet die schilderspullen of dat muziekinstrument, maar de echte kracht van de kunstenaar is die kunstenaars mindset. En een kunstenaar die kijkt op een andere manier, die heeft als het ware een soort onbevangen, frisse blik die verder kijkt dan de gewoonte en de routine. Die als het ware niet alles overal labeltjes opplakt. Die dingen niet in hokjes stopt, verbindingen maakt. Eigenlijk je oordeel een beetje uit te stellen. En dat ontordenen, dat helpt enorm om uiteindelijk verwonderd te raken. Om die verwondering toe te laten. Ja, en die verwondering, wat is dat nou? Hebben we daar een vocabulaire voor? En dat bedoel ik niet letterlijk woorden. Ik bedoel meer, kunnen we iets met wat we voelen? Ik bedoel, als we iets niet onder woorden kunnen brengen, stoppen we het dan weg? Overstemmen we onze intuïtie of duwen we emoties terzijde? Ons gevoel is in feite de basis waaruit we leven. Onze gedachten en daden komen daaruit voort. Wist je dat? Dat is echt goed onderzocht. Dat kun je lezen. Ik verzin het niet zelf. Als we iets voelen, dan gaan we daarna pas het allemaal recht breien in ons hoofd. En het is dus ook zo dat we ons laten leiden door sluimerend ongemak of gesmoorde alarmbellen of opgehoopte frustratie. Nou, daarom is het nodig dat we ons gevoelsleven niet alleen accepteren, maar ook leren kennen. En echt een rol laten geven in ons leven. En daar heb je die kunstenaars mindset voor nodig. Want dat gaat niet vanzelf.
Je hebt speelruimte nodig, plekken nodig waar je mag experimenteren, mag dingen mag uitproberen. Want ja, als je niet kan mislukken, kun je ook niet slagen. Nou, en door te spelen leer je wat je aan elkaar hebt. Je test als het ware ook de rek. Je kunt grenzen opzoeken. Je leert de regels ook kennen van een creatief proces. En zo zie je mogelijkheden en kansen. En dat is nodig omdat die wereld continu verandert. Ja, alleen die ruimte voor verbeeldingskracht, voor schoonheid en spel, die hebben we natuurlijk wel weggeorganiseerd in ons leven. We hebben haast. Niet alleen de oude economie heeft haast, natuurlijk om die investeringen terug te verdienen of te groeien of winst te halen. Ook de nieuwe economie, om te verduurzamen, te transformeren, om te schakelen. En in die haast is er geen tijd om andere vragen te stellen, om beter te kijken. Ruimte te scheppen voor verwondering. Om het soms even niet te hoeven weten. En ook het spel, een experiment. Geen ruimte voor. Waar zijn dan die plekken? Die plekken om samen te komen en je gevoelens te uiten, je emoties te delen. Ik geloof, zo blijft onze kunstenaarsmindset in sluimerstand. En daar maak ik me echt zorgen over. De huidige crisis, het is nog maar een repetitie voor wat er komt. De toekomst is vol onzekerheid. Er zijn crisis liggen op ons te wachten van een totaal andere orde. Wij kunnen ons niet permitteren om met een oude mindset te werken. Zoals ook, eigenlijk zoals generaals die een vorige oorlog proberen te winnen. Daarom hebben we de moed nodig om uit de patronen en de structuren te stappen waar ons professionele zelf zo comfortabel mee is. En hoe doe je dat? Behalve de kunstenaar zijn er ook andere professionals die dat kunnen. Ik denk aan een zeezeiler die op weg is naar een plek achter die horizon. Die zal natuurlijk heel goed die wetenschappelijke apparatuur bestuderen, de metingen, maar vervolgens met je zintuigen op scherp kijk je naar die horizon, lees je de golven, voel je dat schip. En je neemt natuurlijk niet dezelfde route van de vorige keer. Dat is totaal waardeloos. Nee, je bent in dat moment scherp, open, volledig aanwezig om je route te vinden in dat moment. En dat is navigeren. En dat is onzekerheidsvaardigheid. Nou, een kunstenaar, daar moet je dus niet denken dat dat die vakman is. Natuurlijk denken we daar heel snel aan de schilder of die muzikus. Ik geloof het is iemand die in staat is om een abstract idee, dus een visioen, een theorie, een beeld, om dat om te zetten in iets wat je kunt ervaren, iets wat je kunt proeven, vasthouden. Iets dat nog niet past binnen bestaande kaders, ontstaat. En daar ligt denk ik die waarde van kunst. En in de tijd van grote veranderingen, grote uitdagingen, is dit vermogen essentieel. Het omzetten van het onbekende in iets tastbaars, iets wat je kan ervaren. Nou, en dat is niet alleen belangrijk bij jou en bij mij, maar het is echt voor een hele generatie van belang. En ik geloof dus dat we dat kunnen. Want de mens die kan zich fantastisch aanpassen. We leven in de woestijn en boven de poolcirkel. Maar dat doen we niet omdat we daar een of andere theorie of een speech of een mooie beleidsstuk voor hebben. We doen dat omdat we dat ervaren hoe het leven daar is. Omdat we het voelen, dan passen we ons aan. En dan zijn we enorm tot heel veel in staat. En daarom is denk ik die kunstenaarsmindset nu nodig om de toekomst aanraakbaar te maken. Om verhalen te vertellen, fantasie de ruimte te geven, om te mogen dromen. En die dromen, als je dat durft, als je dat durft toe te laten, dan komen ook vragen naar boven die we normaal nooit stellen.
Gewoon, wat is dat? Een goede wereld. We hoeven niet direct een antwoord te geven. We weten veel meer dan we denken, als we het ook durven voelen. En wacht daarom niet totdat anderen de route naar de toekomst uitstippelen, maar ga op pad. Met een open blik, wendbaar, onzekerheidsvaardig. Met een kunstenaars mindset kunnen wij zelf aan de slag. We kunnen ons geen efficiency of outsourcing meer permitteren. Wij zijn nu allemaal aan zet. Het is aan ons. Dankjewel. En ook de eerste Novi Talk. Overigens, als u hier meer over wil weten, Merlijn heeft hier een prachtig boek over geschreven waar u nog verder kunt lezen over wat dat nou eigenlijk vraagt, die kunstenaars mindset. En als één ding duidelijk is geworden voor vandaag, we hadden het net al even over het experimentele bestuur. Ja, daar hoort misschien wel juist die kunstenaars mindset bij. Vandaag hebben we in ieder geval geprobeerd daar een bijdrage aan te leveren. En als ik zeg wij, dan zijn dat een enorme groep mensen. Want heel veel mensen hebben vandaag workshops gegeven, colleges gegeven, in webinars gezeten, allerlei praktijkvoorbeelden gedeeld. Die willen we in ieder geval ontzettend veel dank zeggen voor deze bijzondere eerste dag. U heel erg veel dank voor het kijken en wensen natuurlijk ontzettend veel succes. Denk af en toe nog even aan die instrumenten, denk aan het durven pijnlijk te maken, maar het zorgt wel altijd dat dat in de vorm van een heel goed gesprek is. Ik zei, het is de eerste Novi-conferentie. Dat suggereert dat er een tweede is. Wellicht, we gaan het zien. Wellicht, in ieder geval tot volgend jaar. Dank u wel.